Robert, honkbal beheerst al 46 jaar je leven. Op dit veld is het allemaal begonnen. Welke emotie overheerst nu het afscheid nabij is? Het is toch een soort van afscheid nemen. Alhoewel je natuurlijk best wel betrokken zal blijven, maar dat zal een hele andere betrokkenheid zijn. Focus komt natuurlijk dadelijk wel ergens anders te liggen. Maar goed, ik ben altijd wel iemand geweest die voornamelijk zich altijd gefocust heeft op wat hij gaat doen. En eigenlijk niet zo heel veel met wat ik gedaan heb. Dus mijn emotie ligt toch vaak meer vooruit dan naar achteren. Dat kan ik me in veel gevallen voorstellen, maar zoals ik zeg, 46 jaar honkbal sluit je af. Misschien niet helemaal, maar wel voor een groot deel. Ja, nou ja, goed. Ik heb inderdaad veel meegemaakt. Ik ben speler geweest natuurlijk. Ik heb gecoacht. Nou ja, de laatste jaren technisch directeurschap gehad binnen de KNBSB. Ja, er valt, laten we zeggen, hier binnen het honkbal zijn er eigenlijk geen zaken die ik niet heb meegemaakt. Omdat je van alle kanten betrokken bent geweest. Ja, goed, dat sluit je nu voorlopig af, ja. Je bent geen emotionele man, hè? Nee, ik heb daar altijd... Ik zal niet zeggen dat ik niet emotioneel ben. Maar dat ligt met name in het werk wat ik doe. Op momenten als zaken niet lukken of als mensen zich... gedrag vertonen wat niet overeenkomt met wat men zegt. Dan kan ik best wel emotioneel zijn. Maar dan heeft dat te maken met hetgeen waar ik dan nu mee bezig ben. Terugkijken van joh, dit heb je betekend en dit is allemaal gebeurd. En dat laat ik altijd liever aan andere mensen over. Er is een categorie mensen die niet kan genieten. Ja. Hoor jij tot die categorie? Nou ja, misschien wel. Misschien wel. Ik weet nog wel dat ik jaren geleden voor het eerst weer in Yankee Stadium kwam. En dat ik daar binnenkwam en dacht bij mezelf, ja, dit was eigenlijk best wel aardig. Terwijl ik op het moment dat ik daar liep, niet kon genieten zoals je dat zegt. Omdat je zo bezig bent met te presteren en te overleven. En jezelf niet de kans geeft om eens even om je heen te kijken en te denken van ja, dit is misschien best wel bijzonder. Ja, dat zit er niet in. En ik vind dat soms best jammer, want ik denk dat het wel een gemis is. Maar ja, dat is in ieder geval iets wat me in de eerste 46 jaar niet gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. Ook hier niet, op dit veld? Hier ligt zoveel van jou. Ja, maar het gekke is, Ruud, dat ik... hier ligt heel veel van mij. Maar mijn band met Neptunus is toch altijd iets geweest van wederzijds nut. Ik heb hier gespeeld. Omdat dit de beste club was op dat moment om voor te spelen. Ik heb hier gecoacht omdat dit de beste club was om te coachen op dat moment. Ik heb niet het gevoel bijvoorbeeld als het gevoel als wanneer ik bij de Yankees kom. Dat is heel anders. Ondanks dat het een professionele wereld is daar. Je zou zeggen dat het veel harder is. Heb ik daar meer gevoel dan dat ik dat hier heb. Weer ratio boven emotie, hè? Ratio. Nee, ik denk dat daar komt misschien toch ook wel een stukje emotie bij kijken. Maar goed, ja, onze verstandhouding hier is altijd geweest van ja, zolang er direct of indirect nut was, was het altijd prima. En als dat verdween, dan werd de verstandhouding ook anders. Maar dat was toch niet toen je als 10-jarig jongetje hier rondliep? Nee, kijk maar goed, als je 10-jarig jongetje rondloopt, dan ben je alleen maar bezig met plezier maken. Daar is Neptunus in die zin belangrijk voor mij geweest, of eigenlijk mijn ouders. Want die hebben de keuze gemaakt destijds om hier hele weekenden te vertoeven. En wij altijd met een bal bezig waren. Dat was zomers een honkbal en 's winters was dat een voetbal. En daar had je al je vriendjes. Ik had geen eens vriendjes bij mij in de buurt waar ik woonde. Die kwamen allemaal hier vandaan. En mijn hele zomers die spendeerde ik hier zo en dat was fantastisch. Maar goed, nogmaals, dat had ook natuurlijk met name met mijn ouders te maken. Die het hier waarschijnlijk zo naar de zin hadden dat ze hier elk weekend moesten zijn. Als speler het allerhoogste bereikt, als coach succesvol, als bondscoach succesvol, als technisch directeur van de Hongerbond maak je Oranje wereldkampioen. Je bent volgens mij gewoon klaar in de sport en mist de uitdaging. Nou, dat is wel, denk ik, een redelijke aanname. In die zin dat, toen ik door AZ gevraagd werd en toch een soort van overvallen werd, ga je nadenken.
van ja, wat ligt er nog voor mij? Wat zijn de uitdagingen? Waar haal ik energie uit? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Waar ontwikkel ik mezelf nog? Ik heb ook gemerkt met het nadenken over je toekomst dat ik mezelf ontwikkelen ook iets heel belangrijks vind. Ik kom graag met mensen in aanraking die ergens meer verstand van hebben dan ik. Maar wat jezelf ook weer beter maakt. Goed, en dan kijk je hier. Ja, en dan kom je ook wel tot de ontdekking dat de meeste tijd die je spendeert in het honkbal, dat ligt toch in het Nederlands honkbal. Ja, dat er bijvoorbeeld nog wel zaken zijn waar je 14 jaar geleden probeerde iets mee te kunnen. En daar ben je nog steeds mee aan de gang. Alleen als je er middenin zit, dan maakt dat niet uit. Alleen als je keuzes hebt en je weegt dingen tegen elkaar af. Ja, dan merkte ik dat mijn energie vooral lag rondom dat, eigenlijk waar ik de governance over had. Hè, dus waar we zelf met onze eigen mensen over kunnen beslissen van welke richting gaan we op en hoe ziet het pad er dan uit. Ja, alles wat toch rondom Oranje ligt, ook wel de academies die we opgericht hebben met elkaar jaren geleden. En die, hè, dus daar haalde ik wel energie uit. Maar er waren ook zaken ja, waar je dus minder energie uit haalt. En als je dat dan tegen elkaar afweegt, had ik toch... denk ik de behoefte om inderdaad een nieuwe uitdaging uit je comfortzone, echt wat ik zoals ik zeg, al je zintuigen nodig hebben om iets weer succesvol te maken. Nou, dan ben je op een leeftijd, dan moet je dat nu doen, want als je het nu niet doet en je schuift dat steeds verder voor je uit, ja, dan doe je het nooit meer. Is het ook een ietsje pietje een gefrustreerd afscheid? Nou, nee, want weet je, Ruud, uiteindelijk blijven altijd, laten we zeggen, de grote zaken over. Die je blijft herinneren. Ik heb heel veel te danken aan het honkbal. Heel veel. En ik heb eigenlijk alles te danken aan het honkbal. Tot nu toe. Ik heb daar heel veel mooie dingen in meegemaakt. Dingen die niet vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Ik kan me eigenlijk geen dingen herinneren die ik juist niet heb meegemaakt. Dus nee, als ik naar het honkbal kijk, dan overheerst bij mij een positivisme. En zeker niet frustratie. Als honkbal je leven beheerst, zijn dan ook de allermooiste momenten uit je leven aan honkbal gerelateerd? Er zijn een aantal momenten in het honkbal die blijven in de herinnering. Of ik nou het eerste keer in een Yankee Stadium stap of ook het eerste keer hier met het Nederlands team op een World Port Tournament speel of je kampioenschappen. Het WK is natuurlijk bijzonder, verleden jaar de WBC was heel bijzonder. Op het allerhoogste toneel met alle supersterren die aanwezig zijn. En dan toch weer doordringen waar grote honkballanden uiteindelijk moeten afhaken. Dat zijn allemaal prachtige momenten. Maar hoe verhoudt zich dat tot een trouwdag en de geboorte van een kind? Nou goed, kijk, als je daar mijn vrouw vraagt. Die zegt natuurlijk altijd van, hè, je vindt honkbal belangrijker dan ons. Hè. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo. Alleen, ik ben heel erg gedreven. Maar ik denk dat alle mensen die proberen succes te hebben in het leven, ja, dat gaat gepaard met heel hard werken. En anders kom je er niet. En het laatste verschil wordt daar echt gemaakt. En het gaat er vaak niet om wat je kan, maar ook wat je ervoor wil laten. En ik laat dingen om succesvol te zijn in hetgene wat ik dagelijks doe. Maar goed, mijn gezin is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als je echt een keuze zou moeten maken tussen dit of dat, dan is die natuurlijk heel snel gemaakt. Heeft die sport waar je helemaal idolaat van bent, het honkbal, er ook voor gezorgd dat je door kon na de zwartste periode in je leven, na het overlijden van je zoon? Ja, dat denk ik wel. Enerzijds omdat je natuurlijk door de sport leert met je emoties om te gaan. Want het is natuurlijk, zeker in topsport, moet je daar ook een controle over hebben om te kunnen presteren. Dus dat heeft mij daar enigszins geholpen. En anderzijds, ja, als jij je gedachten kan verleggen, al is het maar een paar minuten per dag, omdat je een passie hebt waar je veel in kwijt kan, dan heeft dat absoluut geholpen. Alhoewel het natuurlijk nooit iets is waarvan je zegt, ja, dat heeft het makkelijk gemaakt. Want dat woord past niet bij wat je dan uiteindelijk meemaakt. Je maakt de stap van honkbalheld naar voetbal nobody. Nooit op het hoogste niveau gespeeld, gevoetbald. Nul krediet. Men gaat jou zeer kritisch volgen.
Dat is een heel ander leven als dat je nu leidt. Nu ben je de koning van het honkbal. Ja, maar ik vind dat niet meer als terecht dat men zo naar mij kijkt. En ik zei laatst tegen iemand 0-0 binnenstappen is helemaal niet erg. Ik vind dat ook niet meer als logisch. Je hebt wat bereikt in een andere tak van sport. En in deze tak van sport, in het voetbal, moet je het nog maar waarmaken. En ik vind dat niet meer als logisch. Aan de andere kant hoop ik dat ik ook niet met 0-2 of 0-3 binnenkom. Want ja, goed, je kennis van sport is denk ik wel dusdanig dat je ook in andere sporten wat toe kan voegen. Maar het gezond verstand ontbreekt wel eens in de voetballerij. Supporters reageren wel eens te emotioneel, ondanks dat jij misschien denkt dat je je werk goed doet. Nee, maar als wij, en dan praat ik even in wij, want dat geldt voor alle mensen die topsport hebben bedreven of in organisaties hebben gewerkt die met topsport te maken hebben gehad. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen met wie je direct werkt begrijpen waar je mee bezig bent. En daar ligt je focus. En dat je door mensen die indirect betrokken zijn niet altijd begrepen wordt, dat is niet meer als logisch. Maar daar heb ik nu dagelijks ook mee te maken. Weliswaar in een andere orde. Maar die gedachtes of die situaties zijn niet vreemd. Maar als het pad helder is, en dat is wel belangrijk, als je visie helder is en als het pad helder is hoe je er wil komen, dan zijn die hobbels, ja, die overwin je wel, want die komen er. Maar die zijn er hier ook. En die zijn er in alles in het leven. Maar zolang je zelf maar weet waar je heen gaat, ja, dan is dat een onderdeel. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Nee, je hebt genoeg olifantenhuid, denk ik. Nou ja, goed, je bent gewend dat de mensen een mening hebben. En het is natuurlijk altijd nog steeds leuker als mensen leuke dingen over je zeggen dan wanneer ze minder leuke dingen over je zeggen of wanneer je uitgefloten wordt. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik dat ook nog nooit heb meegemaakt. Dat hoort erbij. En anders moet je ergens achter een bureautje gaan zitten op een kantoor waar niemand je ziet. Ja, maar goed, dat is niet het leven waar ik voor gekozen heb. Wat heb jij AZ eigenlijk te bieden? Ja, die vraag zou je eigenlijk AZ moeten stellen. Want die hebben aan mij gevraagd of ik dit wil doen. Stel hem aan jou. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ik verstand heb van topsport. Ik denk dat ik... Kijk, ik ga me niet bemoeien met hoe Marco van Basten dadelijk zijn opstelling moet maken. Of hoe hij zijn training in moet vullen. Of technische zaken of tactische zaken. Maar er hoeft niemand mij uit te leggen wat er nodig is als topsportorganisatie om daar beneden prestaties te kunnen leveren. Nou ja, goed. En wat ik dan te bieden heb, ja, dat ligt aan de mensen met wie je moet werken. Kijk, dingen die goed zijn, die zijn goed. Die ga je ook niet veranderen. En dus ik kan daar op dit moment ook geen antwoord op geven. Gelukkig heeft Toon Gerbrands bij AZ het pionierswerk gedaan, hè? Een volleyballer in de voetballerij. Ja, nou ja, goed. Kijk, maar ja, hij heeft ervoor gezorgd dat, laten we zeggen, voor mij daar intern nu op dit moment, of bij de mensen die bij die club betrokken zijn, men niet zegt van wat doet nou in godsnaam een honkballer bij een voetbalorganisatie. Maar het is natuurlijk ook niet toevallig dat ik voor die organisatie, voor die club heb gekozen. Want ik bedoel, daar heb ik natuurlijk wel heel goed naar gekeken. Of het ook een organisatie is, een club is, waar ik dadelijk succes kan behalen. Want ik voelde natuurlijk niks voor om maar in de voetbalwereld te moeten treden. Ondanks dat mijn verstand zegt dat de kans van slagen klein is. Zo ligt het natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat de match tussen mij en AZ een hele goede is. En ja, ik kijk daar wel met heel veel vertrouwen naar uit. Een oer-Feyenoorder die voor AZ gaat werken. Hoe moet dat op 13 december in de Kuip, Feyenoord AZ? Ja, dat is, nou ja, goed. Het is enerzijds lastig. Aan de andere kant, wat ik net al aangaf. Kijk, ik ben professional in de sport al heel mijn leven. Dat is mijn werk. Ik ben geen... iemand die op de financiële administratie ergens zit, of ik zit ook niet op een bus of wat dan ook. Ik ben professional in de sport. Ja, maar als ik jou ergens emotie heb zien tonen, is het in de Kuip bij een doelpunt van Feyenoord. Nee, maar... Dan sta je gewoon te juichen. Ja, nee, maar goed, als je ergens... Kijk, ik ben opgegroeid in Rotterdam. Ik heb gevoetbald bij Sparta, ik heb gehombald hier, maar heel mijn roots ligt echt in Rotterdam. Ik ben echt een Rotterdammer. En als je dan van voetbal houdt, dan maak je een keuze voor wie je bent. Nou, in mijn geval is dat Feyenoord geworden. En dat volg je. En dat is mijn ontspanning.
Hè, dat is waar je naartoe gaat als je even buiten je werk gaat. En daar ben je supporter van. Dus ja, daar juich je. Ja, dat snap ik wel. Maar op 13 december moet jij misschien wel juichen voor de tegenpartij. Nou ja, sterker nog, het zou natuurlijk heel raar zijn als ik op 13 december daar zit. En hoop... zou hopen dat AZ niet zou winnen. Ik ben, wat ik al zeg, mijn werk is nu dadelijk voetbal voor een club. En ik ga er alles aan doen om die club zo succesvol mogelijk te maken. En daar hoort ook bij twee keer per jaar, of misschien wel drie keer per jaar, dat je speelt tegen de club die je al heel je leven volgt. Je grote liefde. Ja, goed, maar ja, dat kan je toch niet van weerhouden. Bepaalde keuzes te maken om te zeggen van ja, dat kan niet, want wat dat betreft ben ik in Amerika opgevoed in de sport, waar ook gewoon publiek door elkaar heen zit. Waar je, kijk, mijn liefde is daar ook de Yankees, maar ik heb ook voor de Mets gespeeld en ik heb ook voor de Angels gespeeld. En ja, als je dan op het veld staat, dan is het niet zo dat je denkt van joh, weet je, als we vandaag zouden verliezen, jammer, want het zijn de Yankees. Nee, dat heb je niet. Je doet er alles aan om die wedstrijden winnend af te sluiten. En tegelijkertijd hoop je dat het met Feyenoord natuurlijk ook gewoon prima gaat. Straks als je in dienst bent van AZ, zal je vaak genoeg politiek correct moeten antwoorden. Dat hoeft nu nog niet. Nu kan je je hart nog laten spreken. Einde van komend voetbalseizoen, mei 2015. Feyenoord kampioen of AZ kampioen? Nou ja, goed, in de eerste plaats kan je natuurlijk niet nu zeggen van je kan nu nog je hart laten spreken. Hè? Want ik heb natuurlijk kenbaar gemaakt dat ik 1 oktober in dienst ben bij AZ. Dus ja, dan kom ik eigenlijk toch weer op het vorige uit. Ik wil winnen in alles wat ik doe. Dus jij zegt AZ kampioen? Dan zou AZ kampioen moeten worden. En als dat niet zo zou zijn, ja, dan hoop ik dat Feyenoord kampioen wordt boven welke andere club dan ook. Toch een beetje politiek correct in. Nee, dit is niet politiek correct. Ik heb een keuze gemaakt in mijn leven om werkzaam te zijn bij een voetbalorganisatie. Het zou toch heel erg raar zijn als ik ergens dadelijk ga werken en daar heel mijn ziel en zaligheid in leg. En dat ik hoop dat een ander een competitie winnend afsluit. Ik zie daar niet het vreemde van in, eerlijk gezegd. Is Robert Eenhoorn een man die misschien wel alleen thuis, 's avonds, als vrouw en kind in bed zijn, een traantje laat van dit was het honkbal? Kijk, het is zeker niet zo dat ik geen emoties heb. Alleen, ik maak de keuze, of ik heb de keuze altijd gemaakt, omdat het in ieder geval wel te doen, waar niet zoveel mensen bij aanwezig zijn. Maar goed, kijk, een afscheid voor mij is iets heel anders. Hè? Ik bedoel, dat heb ik 1 keer mee mogen maken, dus afscheid voor mij... Ja, in het honkbal heeft een hele andere betekenis. Ik bedoel, als mensen met mij dadelijk bellen omdat ze een vraag hebben, kan ik gewoon antwoord geven. Als mensen binnen de honkbalbond willen weten welke kant men op zou moeten gaan en men vraagt dat aan mij, krijgen ze daar gewoon een antwoord op. Als ik het honkbal op een of andere manier van dienst kan zijn, ja... zal ik dat zeker niet laten. Dus ja, weet je, afscheid heeft voor mij niet zo'n beladen iets als zoals jij het nu stelt. Alleen ik heb een andere keuze gemaakt de komende jaren in mijn professionele leven. En die heb ik heel bewust gemaakt. En dat heb ik niet in 2 dagen besloten. En ik sta daarachter en ik ben nu al een keertje of 10 denk ik daar geweest. En ik heb echt het gevoel dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.